hebben het luik geopend en Wu Wen kwam voorzichtig naar buiten. Ja, fantastisch moment, hè? Je merkte de magie. Het was doodstil en iedereen was onder de indruk. Ja, en dat is wat we ook willen de komende jaren. Hè? We hopen zoveel mogelijk mensen deze bijzondere panda's te kunnen laten zien. Voor heel veel bezoekers een spannend moment, maar voor de verzorgers des te meer lijkt mij, of niet? Ja, voor ons is het natuurlijk ook een super moment. Hier hebben we zo lang naartoe geleefd en nu vandaag de dag echt naar buiten en dat alles zo goed gaat. Ja, wij zijn er echt super trots op en heel blij dat het goed gaat. Ja, meneer Balken, ze zijn er eindelijk. Ja, eindelijk. Het is jarenlang voor gelobbyd, maar dit is een geweldige dag. Ik ben zelfs toen als premier 4 keer in China geweest. Ik heb ook altijd over de panda's gesproken. Ook na de tijd als premier heb ik er nieuw voor gepleit. Ja, het gaat niet vanzelf. Dat is ook zo. Het is een zaak van lange adem. De kaartjes zijn wat duurder geworden. Is er een soort panda-premie bijgekomen? Of hoe zit dat? Nou, ze zijn duurder en goedkoper geworden. Hè? Eigenlijk de duurste tickets zijn nu €25. Hè? Dat is op de topmomenten en voor 10 jaar en ouder. Maar als je door de week komt, dan betaal je eigenlijk minder dan voorheen. Dus we proberen het een beetje te spreiden en iedereen de mogelijkheid te geven. Het heeft ook een zakelijke betekenis. Ik heb er niet zoveel gezegd vandaag. Dit trekt de aandacht. Er zullen heel veel bezoekers komen. Nou, u noemde panda-potentie. U klonk bijna als een VVD'er als ik het zo aanhoorde. Ik bedoel, verkopen, merchandising, slaat er zoveel mogelijk uit eigenlijk, hè? Nou, ik ben zelf ook al een beetje marktdenker, hoor. Maak ik me geen zorgen. Nee, het is wel zo, je moet kijken, wat kun je ermee doen? Wat zijn de aanknopingspunten voor de panda's? En merk je dat dat in kledingwinkels terugkomt, in schoenenzaken, in kunst. Heel veel kun je ermee doen. Dat is ook leuk.